kun je meteen hier kijken. Kijk, nu staan we in een bassin met onze oudste vissen. Dit zijn ook allemaal vissen voor de kaviaarproductie. Ze zijn best groot, hè? Ze zijn wel ruim een meter, geloof ik, hè? Ja, dit is de minimale lengte van de vissen die wij hier zien, is 1,10 meter. En dan tot 1,50 meter. En die wegen vanaf 25 kilo tot 50 kilo. Kijk, in een grote ronde bak, ja, bijna zwembadachtig. Ja, dit is echt zwembadachtig. En zoals je het hier kunt zien, de vissen hier krijgen nu geen eten. Die zijn nu allemaal aan het uitzwemmen. Het water stroomt ook, hè? Ja, water stroomt ook. Dus wij zorgen hiervoor dat organen van de vis, zeg maar, helemaal vrijkomt van het eten. Oftewel al die smaken afgespoeld worden door het schoon water. Zodat ze dadelijk, als de eitjes gaan afstaan, dat er ook geen extra smaken bij de eitjes zitten. Het is een heel groot complex wat hier staat met echt vele duizenden vissen. Is het vooral voor de export bedoeld of juist ook voor de Nederlanders? Op termijn verwacht ik dat wij natuurlijk ook moeten gaan exporteren. Moeten exporteren. Want wij Nederlands eten te weinig kaviaar dan? Op dit moment is helaas de situatie wel zo dat het in Nederland te weinig kaviaar wordt gegeten. En economische recessie helpt daar natuurlijk ook geen handje bij. Want hoeveel, als het helemaal in bedrijf is, hoeveel kunt u maken? Hoeveel kaviaar kunt u maken? Wij kunnen alles bij elkaar tot 3 ton kaviaar maken. En dat met prijzen van 2000 euro per kilo? Dat is goud wat hier zwemt. Dat moet je ook nog eens waar kunnen maken. Dus het is makkelijk gezegd dan gedaan natuurlijk. En je hebt ook heel veel kosten om zoveel uit te kunnen halen. Want daar gaat het uiteindelijk om, de eitjes van de steur. Hoe krijgt u die uit de vis? Dan komt het stuk van het geheim van het vak te kijken. En dan krijg je met kennis te maken die in Nederland vrijwel niet aanwezig is. Dat je natuurlijk ook niet alles prijs kan geven. Het is een stuk van de techniek die je in Rusland ook van generatie tot generatie wordt doorgegeven. En dat is op een bepaalde manier die eitjes uit die vis persen? Dat is een bepaalde techniek, hoe je de eitjes daar eruit krijgt. Techniek wat je van tevoren hebt gedaan, dat de vis zich veilig voelt om die eitjes te geven. Ja, dat gebeurt niet allemaal zomaar. Dus je kan niet zeggen van vis nu eitjes leggen en dan die gaat eitjes leggen. Ja, zo gaat het allemaal niet. Het moet op een specifieke manier met behulp van 2 tot 3 man gebeuren. En dat kun je niet machinaal doen. Je hebt met een levende vis te maken. Als je te veel gaat duwen, dan kun je vis van binnen kapot maken. En dan heb je niks aan de vis, maar ook niks aan het product wat eruit komt. Heeft u het ook in uw vingers? Ik ken de technieken, theoretisch, maar in mijn vingers heb ik dat niet. Dat heeft mijn collega Salkazanov, omdat hij toch van zijn ouders geërfd heeft. Dat is echt een dingetje van generatie op generatie, zodat hij precies heeft aangevoeld van waar die vis moet. Ja, het is net zoals koken. Oké, maar dan met een levende vis. Ja, ik kan ook vertellen hoe bitterballen gemaakt worden, maar... Doe het maar eens. Maar doe het maar eens, dat iedereen dat ook lekker vindt. Voor zover de Nederlanders kaviaar al kennen, dan kennen we het alleen maar van op een toosje, bij een hele feestelijke gelegenheid. Maar rond de Kaspische Zee is het gewoon meer dagelijkse kost. Zou dat hier in Nederland ook tot de mogelijkheden behoren? Of blijft het ook altijd wel heel erg exclusief? Ik denk dat het toch wel exclusief zal blijven. Mijn doel is om toch een niveautje lager te brengen. Dat wat bredere publiek, zeg maar, kaviaar gaat eten. En wat betekent dat? Dat door de weekse kaviaar? Nee, niet zozeer door de weekse kaviaar. Maar dat als een gezin zijnde, dat je als je iets te vieren hebt thuis, dat je toch even kaviaar kan gaan halen. Want dat gebeurt nu eigenlijk heel weinig natuurlijk. Nu gebeurt het heel erg weinig. Bent u dan toch niet in het verkeerde land begonnen? Ja, denk ik niet. Kijk, het is uiteindelijk... Ja, u bent een echte missionaris dan eigenlijk om ons aan de kaviaar te krijgen, maar ja... Nou, Nederland staat ook niet stil. Als wij zien wat op het gebied van eten de laatste jaren in Nederland, wat voor beweging er gekomen is. Qua koken, hobbykoken en tv-programma's, hoeveel aandacht aan eten wordt gegeven. Dan verwacht ik dat de kans voor kaviaar in Nederland ook groot is. En gaat het dan vooral om het pure spul of kan je het ook verwerken in allerlei gerechten? Ik ben zelf voorstander van als puur. Op het moment dat je kaviaar gaat verwerken in een eten, dan geef je smaak aan het eten, dan dat kaviaar zelf op zich staand genietmoment wordt.
op dit moment in een groot restaurant, zeg maar, de toepassing van kaviaar is ook op die manier. Dat het eerder gebruikt wordt als aftopping van het eten. Zowel voor het sier als voor de smaak. Maar ik ben voorstander van dat het puur vanuit een blikje een stuk op je palm gelegd wordt. En van daaruit gegeten wordt. Lekker met drankje erbij.